Kerst 2014. Tijd om weer met burgemeester Adriaan Hogedoren te praten over de dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd en die vooral op hem veel indruk hebben gemaakt. Burgemeester, wat heeft het afgelopen jaar op u het meest indruk gemaakt? Er is heel wat gebeurd. Ja, inderdaad. Het is, vind ik, toch wel echt een heel bijzonder jaar geweest met ja, kenmerken. Het is toch wel de vele nood die we wereldwijd hebben gezien. Wat dichter bij huis, als het gaat om Nederland, hebben we natuurlijk de ramp van MH17 gehad, dat in Nederland bijzonder veel indruk heeft gemaakt. Zoveel slachtoffers, zo in één keer. En op die wijze ook, hè, dat is toch wel heel heftig. Kunt u zich nog herinneren wat u op dat moment aan het doen was? Zeker, ik was met onze twee zoons in Frankrijk, aan de voet van de Alpe d'Huez. Daar kampeerden we een paar dagen om te fietsen. En mijn vrouw was met onze jongste dochter in Londen. Een paar dagen was zij daar op vakantie. En ik weet nog dat ik haar aan de telefoon had en dat ik toen had gehoord van die vliegtuigramp. En dat ik dacht, heel bewust dacht, ik ga het me even niet zeggen, want zij moest straks het vliegtuig instappen. En dan stap je misschien toch met wat meer angst in het vliegtuig. Dus dat heb ik bewust even voor haar verzwegen op dat moment. En dat kun je nagaan hoeveel impact zo'n soort ongeluk, type ongeluk, eigenlijk ook direct op jezelf maakt. Nou, vervolgens is het natuurlijk ook wel duidelijk geworden in Nederland hoeveel nood en verdriet er dan zichtbaar wordt. Maar ook al door het karakter van het ongeluk. Zo plots, zo ingrijpend en zo ja, zonder reden. Er is ook heel veel boosheid natuurlijk bij ontstaan. En vervolgens de hele situatie in de Oekraïne, hoe het allemaal gegaan is. Het is toch wel ingrijpend geweest. En dan zou je om het enigszins te relativeren nog kunnen zeggen, dan zijn we hier in Nederland nog in staat om zeg maar, op een hele goede manier aandacht te geven aan al die slachtoffers. Hè, want dat is ook op een hele zorgvuldige wijze gegaan. En het is ook indrukwekkend geweest hoe zeg maar, de slachtoffers hier aangekomen zijn en hoe heel Nederland erin meegeleefd heeft. Ja, ik herinner, al die mensen aan de kant. Precies. Ja. Ja, ik herinner me nog ook de beelden van, van de mensen langs de snelwegen enzovoorts. En dat is heel goed dat we dat kunnen doen. Maar we moeten ook beseffen dat er ook heel veel landen zijn waar zoveel meer slachtoffers vallen, dat ze daar echt niet aan hoeven te denken om op die wijze daarmee om te kunnen gaan. En dan denk ik toch ook aan de slachtoffers in Syrië, het ontstaan van de Islamitische Staat, de vele verschrikkelijke beelden die we hebben kunnen zien van de onthoofdingen. Ja. Dat is echt zo absurd. Dat gaat eigenlijk alle begrip en verstand te boven. Ook het conflict tussen de Palestijnen en de Israëli's is dit jaar natuurlijk ook wel erg heftig geweest. En dan zie je dat er toch wel heel veel verharding is in de wereld. Dit jaar is dat heel duidelijk geworden. Ja, ik vind alles. Afgelopen jaar echt dat er... Ik heb al een aantal keer gezegd, de wereld staat, het lijkt wel alsof de wereld in brand staat. Ja. Dus het is goed dat we daar wel oog voor hebben. En wat dat betreft gebeuren er ook in onze gemeente mooie initiatieven. Op het Agnieten College heeft een dag plaatsgevonden met Amnesty International, waarbij alle leerlingen een kaart geschreven hebben aan iemand over de wereld die in nood zit, die moeite kent. Dat was de dag van de rechten van de mens, eerder was ook de dag van de rechten van het kind. En dan zie je dat die kinderen ook zich bewust worden van hoe goed we het hier hebben en hoeveel nood er op de wereld is. En dan lijkt een kaartje schrijven zo'n klein ding, maar degene die hem krijgt, die kaart, voor diegene die dan zo in nood is, is dat van enorme betekenis. En ik denk dat het van belang is dat we op die manier naar de problematiek op de aarde leren kijken en daar ook mee leren omgaan en wat minder polariserend daarmee omgaan. Want dat valt me bijvoorbeeld wel op in het conflict tussen Israël en Palestina, de Palestijnen. Daar hoor ik heel vaak dat mensen zijn of heel veel voor de Palestijnen of heel veel voor de Israëli's. En daarmee bevorderen we alleen maar de polarisatie in dat gebied in het Midden-Oosten. Als je het goed beschouwt, kun je voor allebei eigenlijk wel begrip hebben. Het is voor de Palestijnen niet eenvoudig geweest dat ineens in 1948 daar die staat ontstond. Maar het is ook voor de Israëli's die staat daar hebben gekregen, hun oorspronkelijke thuis, niet eenvoudig om te gaan met een omgeving die hen daar continu weg wil kijken. Dus voor allebei is eigenlijk wel begrip op te brengen. En dan helpt het niet om heel veel achter de een of heel veel achter de ander te gaan staan. Maar laten we vooral bevorderen
dat mensen elkaar gaan opzoeken en elkaar gaan vinden. Er zijn ook in Israël zelf mooie voorbeelden van op microniveau dat Palestijnen en Israëli's elkaar weten te vinden. En dat zou veel meer bevorderd moeten worden. Zou en, dat ooit zover komen? Dat is niet waarschijnlijk dat we dat in deze aarde gaan beleven. Maar dat neemt niet weg dat we met elkaar daar wel in moeten blijven investeren om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wel, vind ik, onze verantwoordelijkheid om zo met elkaar om te gaan. We leven in de tijd van kerst. Kerst is voor mij toch vooral wel het ultieme moment waarbij je stilstaat bij het hebben van vrede met God. Als ik voor mezelf mag spreken. Maar daar hoort ook bij vrede hebben met je omgeving. Harmonie tussen mensen. Dat is in wezen waar het met de kerst wel om gaat. Dat je vrede hebt met God. Dat je daar ook je rust vindt. Maar daar vloeit het voort dat je ook op zoek bent naar vrede met je omgeving, met mensen om je heen. Ja. En ook als dat mensen zijn die misschien niet jouw vrienden zijn, hè, waar je best wel moeite mee kan hebben, maar dat je dan toch op zoek bent naar de verbinding en naar een goede omgang met elkaar. Ja, en niet alleen maar kerst, maar het hele jaar door. Precies, maar dit is wel een gedachte waar we bij kerst best wel eens even bij stil mogen staan. Om vervolgens te proberen dat het hele jaar door ook zo te gaan doen. Ja. Dat is wel een mooie voornemen voor... voornemen voor het nieuwe jaar. U had het over de harmonie. Ja, als we het dichter bij huis halen, hoe is de harmonie in onze gemeente? Nou, als je kijkt naar de conflicthaarden overal over de wereld heen, dan hebben we het hier natuurlijk gewoon zonder meer gewoon goed. Ook in de omgang met elkaar. Dus laten we vooral ook wel beseffen wat we wel hebben. En dat is heel mooi. Tegelijkertijd is hier ook wel spanning aan de orde. Zeker ook in het kader van de overdracht van de taken van het Rijk naar de gemeente toe. Dan heb ik het over de zorg, over de jeugdzorg, ja, gaat heel veel over de participatiewet. Ja. Waarbij best wel veel zorg is of mensen niet in nood komen. Hè, tussen wal en schip komen te verkeren. Daar hebben we het afgelopen jaar ook al veel aandacht aan besteed om dat goed voorbereid zijn, maar in 2015 te kunnen invoeren. En dat heeft ook wel heel veel moois opgeleverd. Er is heel veel verbinding gelegd met allerlei organisaties. We hebben ook een platform informele zorg bijvoorbeeld gekregen. Er zijn gesprekken over met ondernemers, met kerken, met sportverenigingen. En eigenlijk zijn we doende. Om de hele samenleving te mobiliseren om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Of het nou is in het omzien naar elkaar in de sfeer van burenhulp, of dat het is in het kader van omzien naar elkaar als het gaat om jeugdzorg. Dat jongeren niet de mist ingaan, dat in verband van sportverenigingen bijvoorbeeld of in verband van de kerk het opgemerkt wordt en dat er ook iets mee gedaan wordt. Onderbroek voor elkaar hebben we vorig jaar ook over gehad. Hoe ziet de gemeente dat allemaal? Onderbroek voor elkaar, dat is onze benaming van de participatiesamenleving. Daar heb ik zo net al even wat over gezegd. Als gemeentebestuur, en dat geldt voor het college, maar ook voor de gemeenteraad, zien we daar een heel andere benadering in van de samenleving. Dat we wat minder zijn van de wijsheid uit het gemeentehuis, maar dat we meer de samenleving zelf laten aangeven hoe wij ons samenleven willen inrichten. En niet alleen dat men het zelf aangeeft, maar het ook zelf verantwoordelijkheid voorneemt. Dat is wat we vooral eigenlijk voorstaan met Onderbroek voor elkaar. En het mooie is ook wel dat we ook met de nieuwe gemeenteraad die in dit voorjaar gekozen is, en het nieuwe college, nou, ik durf eigenlijk wat te zeggen, unaniem zijn in de opvatting dat we zo onze dienende taak als gemeentelijke overheid naar de samenleving zouden moeten willen invullen. Dus minder uitgaan van onze eigen wijsheid, die we dan in het gemeentehuis weten te formuleren, maar meer onszelf ten dienste stellen aan de samenleving, wat de samenleving in Onderbroek op dorpsniveau, maar ook als het gaat om verenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen, dat men zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen bestaan, maar ook zelf aangeeft hoe men zich wil ontwikkelen en dat we daar vooral dienstbaar aan zijn en minder nogmaals vanuit het gemeentehuis met onze bureaucratie dat willen sturen. Ja, want daarvoor gaan jullie ook de gemeente in, hè? Om met de burgers te overleggen. Dus niet eigenlijk alleen alles op het gemeentehuis, maar ook echt naar de mensen in de gemeente
te overleggen. Precies, om te horen wat mensen belangrijk vinden. En dat doe ik vooral ook op dorpsniveau. Te vernemen waar men eigenlijk ontwikkelingen wil zien. En dan te kijken hoe kun je dat zelf voor elkaar maken en wat kunnen wij als gemeente daar faciliterend in betekenen. Maar ook als mensen individueel op het gemeentehuis komen, plannen hebben. Dat we niet gelijk de regels ernaast leggen wat allemaal niet kan. Maar dat we vooral denken in mogelijkheden wat er wel kan en hoe we het mogelijk kunnen maken. Wat niet wegneemt, dat je altijd te maken hebt met het feit dat belangen tegengesteld kunnen zijn. En dan komt vooral ook de gemeentelijke overheid wel in beeld. Zowel het bestuur als ook de gemeenteraad. Om de belangen dan af te wegen. En daar dan ook een keuze in te maken. Want dat zal zich blijven voordoen. Dat belangen van mensen tegengesteld kunnen zijn. Of het nou op individueel niveau is, op grootschalig niveau. Dat kan allebei. Dan heeft de overheid wel de taak en de verantwoordelijkheid om die belangen af te wegen. En daar dan ook een weg in te wijzen. En dat is in het ene geval plezierig voor de een en in het andere geval voor de ander. Dan kun je nooit iedereen gelukkig maken. Maar dat is die taak die hou je als overheid wel. Maar zolang dat niet aan de orde is, die tegenstelling van belangen, moet je vooral eigenlijk mensen de ruimte geven om te doen wat ze willen doen. We hebben heel wat dingen besproken van het afgelopen jaar. En dan niet echt veel persoonlijk. Binnenkort vakantie, kerstvakantie. Heeft u nog plannen voor de kerstvakantie? Zeker wel. Maar goed, niet persoonlijk zeg je. Ik ben op zich wel persoonlijk betrokken op alles wat we het afgelopen jaar met elkaar hebben meegemaakt. En ik heb er ook enorm van genoten hoe we met onze samenleving in gesprek zijn. Hoe er mooie dingen gebeuren. Ook echt op individueel niveau, ook, maar ook collectief mensen verantwoordelijkheid nemen. En dat we echt bezig zijn om samen onze samenleving zeg maar, in de benen te houden en verder mooi inhoud te geven. Okay. Zijn er nog dingen wat u echt... Dat u zegt van nou, dat was toch wel best wel een hoogtepunt dit jaar wat u bijgebleven is? Nou, een persoonlijk hoogtepunt vind ik wel, ik zou bijna kunnen zeggen letterlijk en figuurlijk, het beklimmen met de racefiets van de Mont Ventoux. Dat is een hele onderneming, hè? Ja, het was een hele onderneming. Het was in juni samen met een groep bestuurders uit de Noord-Veluwe. Ten behoeve van Joint for Energy. Voor een bestrijding van de energiestofwisselingsziekte. Waar de naam van Matthias Scherts uit Wezen op elkaar verbonden is. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En het is gewoon heel mooi om dat met een hele groep mensen zeg maar, te ondernemen, zo'n actie. En het was op zichzelf ook een enorme belevenis. Zo'n beklimming van de Mont Ventoux is echt heel bijzonder. Ja. Als je bezig bent, dan denk je, waar ben ik mee bezig? Ja. En als je boven komt, dat is eigenlijk het meest absurde van het fietsen in de bergen. Als je dan boven aankomt, dan denk je gelijk, ik doe het nog een keer. Maar dat was een hele bijzondere ervaring. Ja, echt ook een persoonlijke ervaring van het afgelopen jaar. Ja. Het was een hele klim naar de Mont Ventoux. Nou, we hebben binnenkort kerstvakantie. Meer fietsen? Dat gaat ook wel onderdeel uitmaken van het programma, ja. Ik ga wel vooral lekker genieten. Rust nemen. We zijn ook van plan om gewoon lekker thuis te blijven. Boek lezen. Heerlijk. Lekker bij de haard. Zoals ook hier, dus dat is heerlijk. En vooral ook genieten van de rust. Maar ook sportieve activiteiten. Ik doe met een team van college en raadsleden mee met het jaarlijkse kerstvolleybaltoernooi van de Blauw-Wit Volleybalvereniging in de Talter. Ja. Het is op 29 december. En 30 december ben ik van plan om mee te doen met een wedstrijd van de ATB-vereniging Mountainbike. In de categorie van 35 plus. Ze hebben helaas geen 35 plus. Ja, ze hebben helaas geen categorie van 55 plus. Dan had ik misschien iets meer kans gemaakt op een goede klassering. Maar dat neemt niet echt dat ik graag met die wedstrijd mee ga doen. Dat lijkt me een hele spannende ervaring. Ik heb op dat circuit van de ATB-vereniging nog niet gereden. Dus dat ga ik nu meemaken. Ja, en afwachten hoe het weer is, hè? Want dan kom je niet echt schoon terug, hè, van zo'n wedstrijd. Nee, maar dat maakt niet uit. Daarvoor zit je op de ATB. Dus modder of geen modder, gewoon doortrappen. Ja. En orgel spelen? Vorig jaar speelde ik met kerst orgel. Ja, dit jaar heb ik met het kerstconcert van Concordia in de Dorpskerk mogen meedoen. Ik heb het concert mogen openen met het spelen van een Noël. Van een Franse componist. En dat ging over de melodie midden in de winternacht. Bijzonder. En dat was een mooie ervaring. En zeker om dat samen met zo'n prachtig orkest als Concordia zo'n avond dan mee te maken. Daar heb ik ook heel erg van genoten. Ja, volgens mij hebben we heel wat besproken. En wilt u nog wat tot de mensen thuis? Zeker. Ik hoop dat iedereen hele goede dagen heeft. Goede feestdagen. En straks ook een goede jaarwisseling.
Geniet van elkaar en met elkaar en ga vol goede moed het nieuwe jaar in.